Naast de technische briefing van vandaag is er ook een grote debat gaande in Den Haag tot 12 uur vannacht. Het heeft te maken met de verkiezingsuitslag en vooral de vraag hoe nu verder. De oppositie eist namelijk van het kabinet uitleg over hoe de groot gedragen onvrede hier in Nederland opgelost gaat worden. Kleine scholen zijn dicht, de ziekenhuizen zijn dicht, de zwembaden zijn dicht, de politiebureaus zijn dicht en BBB wint. Gefeliciteerd overigens. En dan heeft het kabinet niet te kiezen nodig, maar 3 adviesraden en een planbureau om te weten dat er een probleem is. Voorzitter, als je remt en op het gaspedaal tegelijk trapt, weet je 1 ding zeker. Je eindigt in de vangrail. Dus regering, ga regeren en doe het op een fatsoenlijke manier. Of zorg dat iemand anders de kans krijgt om dit land te besturen. Ja, ga regeren of zorg ervoor dat iemand anders de kans krijgt om het land te besturen. Dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Maar wat gaat er nou gebeuren na zo'n debat? Na dit debat? Ja? Mijn voorspelling is dat er op dit moment helemaal niks gebeurt nog. Tenzij er natuurlijk een motie van wantrouwen wordt aangenomen, maar dat moeten we weer zien. Maar wat ik ervan heb gevolgd, dat is dat er een zeer gering bereidheid is tot afweging. En wat mij opvalt is dat in dit stikstofdebat wordt gepraat, ik moet er bijna bij lachen over de onzinnigheid, over 2 getallen. 2030 of 2035. En ondertussen ligt daar een geweldig goed boek van Arno Jaspers op tafel. Ja, de stikstoffuik, waarin hij omstandig aantoont dat het stikstofbeleid van dit kabinet is absurd. Als je kijkt naar de deposito, de kritische depositowaarde, die ligt in Nederland op een niveau van een vogelpoep per hectare. En in Duitsland ligt die over de grens bij de Rijn 4000 keer hoger. Het natuurbeleid is gebaseerd op wensnatuur. Zo legt Jasper het omstandig uit. Terug naar 1900 of nog verder terug. En dan vervolgens hebben wij 162 Natura-gebieden aangewezen, waarbij er tientallen snippers zijn. En dan is er een meetinstrument, dat heet Aries, waarvan Jaspers aantoont dat is onwerkbaar. Nou, en dan, ik bespaar jullie de technische details, maar het gaat ook over de rechters die zijn gemanipuleerd. Waar het over had moeten gaan is, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, moet de politiek tot het inzicht komen dat dit stikstofbeleid absurd is. Ja. Maar wat gebeurt er? Men verdedigt het. En men gaat in wat cijfermatige trucjes werken om het kabinet een beetje onder druk te zetten. Kijk, dat het publiek zegt, wat moet ik met deze politiek die mijn problemen niet ziet? Het gaat om duizenden boeren die in de problemen komen. En daar gaat het dus. Ja, de enige die het erover had is Carolien van der Plas. Ja. Die geeft een analyse van de context waarin we ons bevinden. En wat zien wij veel andere partijen doen? Die zijn een spelletje schaak aan het spelen om te kijken of je iemand mat kan zetten. Ja. Ja, dan win je natuurlijk nooit het vertrouwen terug. Ja, het stikstofdossier is een van de grootste hoofdpijndossiers, grootste problemen binnen de politiek. Caroline van der Plas zegt er inderdaad heel veel over, maar ze heeft vandaag ook even de ruimte genomen om nog veel meer te vertellen van wat er eigenlijk allemaal niet zo goed gaat hier in Nederland. Stikstof is voor kiezers een symbool voor wat er allemaal in ons land misgaat. En ik som wat op. Groningen, toeslagenschandaal, uit huis geplaatste kinderen die nog steeds niet bij hun ouders terug zijn, ondernemers die worden gewurgd in wet en regelgeving en overwegen uit Nederland te verdwijnen, gezinnen die hun boodschappen niet meer kunnen betalen, het Rode Kruis die voedselhulp moet bieden, gezinnen die de verwarming uitzetten omdat ze bang zijn voor de energierekening, een enorm personeelstekort in alle sectoren, een pensioenwet waar miljoenen gepensioneerden en werkenden tegen zijn. Boeren die elke dag huilend aan de keukentafel zitten. En niet alleen door dit beleid, ook door alles wat ze hier door sommige Kamerleden voor de voeten krijgen geworpen. Mensen die voor ons dagelijks voedsel zorgen en alles doen wat de maatschappij van ze heeft gevraagd. Die worden weggezet als dierenbeulen, gifspuiters, bodemvernietigers en milieuvervuilers. Mensen die door ruzie, familie en vrienden zijn kwijtgeraakt omdat ze zich niet konden of wilden laten vaccineren. Kwijtgeraakt omdat dit kabinet en sommige Kamerleden ze hebben neergezet als asociaal en decadent als ze geen prik gingen halen. Trotse visserijsector die verdwijnt omdat deze regering ze niet hielp tijdens de energiecrisis waar andere landen dat wel deden. Viskotters die wegroesten op de sloop. Visafslagen die zijn gesloten. En die mensen die zeggen los het op of stap op. En ze zei stikstof is het symbool voor vele problemen die we hier hebben in Nederland. Ben je daarmee eens? Ja, kijk, daar ben ik het wel mee eens. Maar wat ik ook wil zeggen is dit.
De BBB heeft een historische verkiezingsoverwinning. Ja. En ik zie vrij snel daarna pogingen uit de voorheen zeg maar de elite van de Nederlandse samenleving om dat proberen te ondergraven. En een van de argumenten om te doen is, het is een one-issue-partij. Sorry, wat zei u? One-issue-partij. Mevrouw Caroline van der Plas die legt als het ware een beleidsnota op tafel, op hoofdpunt, en zegt, daar moet nu aan gewerkt worden. En stikstof is inderdaad een voorbeeld daarvan. Weet je wat het voorbeeld van is? Dat is dat wetenschap wordt niet serieus genomen. Waarom niet? Er ligt een partij dwars, die partij die heet D66... met als roeptoeter meneer De Groot. Ik heb hem wel gevolgd bij die discussietafels. Selectief shoppen bij wetenschappelijke gegevens. En op die manier die boel overeind houden. Dat is natuurlijk enorm schadelijk voor de politiek. En je lost geen probleem op. Als je zo, ik heb ook in het bedrijfsleven gewerkt, bij de KLM een tijd. Als je zo een onderneming zou besturen, je zou bij wijze van spreken de volgende ochtend op straat worden gezet. Ja. Hoe kijk jij terug op het item met Van der Plas? Nee, ik herken het wel wat u zegt. Want die verkiezingsuitslag, een van de eerste dingen die er gebeurde, dat was echt gewoon, ik snap niet hoe ze dat kunnen doen. Want eerst heeft Kaag al gezegd, wie zijn die mensen? En vervolgens is er dus een van de hoogste opkomsten ooit, als het gaat om de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. En wat zegt ze dan? Ja, de meerderheid heeft niet op BBB gestemd. Ja, feitelijk is dat waar. Hè? Er is ook een hele grote club die op allerlei andere partijen heeft gestemd. Maar BBB was de grootste. En zij ontkent eigenlijk dus wat er is gebeurd in de samenleving. En ze herkent ook niet wat er gebeurt in de samenleving. Ze vraagt zich oprecht af wie zijn die mensen. Ze heeft daar helemaal geen enkele voeling mee. En natuurlijk is het niet alleen D66. Hè. Natuurlijk gaat dat veel verder. We hebben dat gezien bij van die mensen als Atje Kuiken. Hè. Die ging ook even over het uitsluiten van ongevaccineerden. En ze polariseerden erop los. Hè. Mensen mochten op een jasje gespuugd worden. En waren kwakzalvers. Hè. Dus gewoon een hele beroepsgroep wegzetten als kwakzalvers. Omdat ze een andere overtuiging hadden van wat goed was voor jou dan de Ernst Kuipers van de wereld. Dus ja, ik denk echt dat die mensen in een Haagse werkelijkheid leven en geen enkele voeling hebben met wat er in het land leeft. Afgelopen weekend ging ik van Den Haag naar Groningen. Ja, ik herken Nederland meer zodra ik Den Haag uitrij eigenlijk dan in die ivoren toren om het Binnenhof heen. Ja. Ik wil er nog een opmerking bij plaatsen. Dat is dit, hè. Ik ben dan voormalig directeur van de NOS. Ik lees de missieformulering van de NOS. Dat hebben ze zelf geformuleerd. Daar staat in dat zij de hoogste journalistieke eisen stellen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. Waar is de NOS die in zijn programma's laat zien dat er nieuw wetenschappelijk inzicht is met het stikstofboek van Jaspers? Waar zijn de journalisten van de NOS die in de wandelgangen zeggen, mag ik u zo even vragen, mevrouw Kaag, heb u Jaspers al gelezen? Heb u gelezen dat uw stikstofbeleid absurd is? Ik heb nog geen journalist van de door mij zo geliefde publieke omroep gezien die die zaak aan de orde stelt. Het is dus sprake van een onevenwichtige, eenzijdige behandeling van het onderwerp. En weet je wat het effect daarbij is? Dat is dan dat de publieke omroep, misschien ongewild, ik weet het niet, maar qua effect, als een soort propagandamachine, ik overdrijf nu iets in het woord, voor het beleid van het kabinet Rutte optreedt. Maar dat is eigenlijk dat de media en de politiek door één mond praten. Ja, en daar wil ik het volgende van zeggen. Er zit een minister in het kabinet, die heet Dijkgraaf. Die houdt in maart Robert Dijkgraaf, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die houdt in maart een keurige rede op de Universiteit van Leiden. En die zegt, wij moeten voorkomen dat nepinformatie en propaganda onderdeel wordt van de wetenschap. Oké, Jaspers voldoet eraan. Er staan geen nepinformatie en propaganda in. Maar hij zegt nog iets in de reden. Hij zegt, als wetenschap en politiek elkaar ontmoeten, wordt het politiek. Meneer Dijkgraaf, u heeft volkomen gelijk. Uw eigen partij doet dat. U zou op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten stikstofbeleid moeten ontwikkelen. En wat doet u? Ik zie meneer Paternotte daar nog spreken. Toen ik thuis was, hak in het zand, 2030 is heilig. Hoe bedoelt u? Weet je wat heilig is? Dat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Die worden niet gevolgd. Het is heel logisch dat grote groepen in de samenleving zeggen, wat moeten we daarmee? Ja, Van der Plas noemde net een aantal dossiers. Hè, toeslagendossier, stikstofdossier, Groningen. Wat is de gemene deler in al deze onderwerpen? De gemene deler is dat wij
Dan moet ik voorzichtig zijn, want ik heb daar nog geen uitvoerig onderzoek naar gedaan. Maar mijn eerste reactie is dit. Dit kabinet is niet bezig om beleid te ontwikkelen op grond van alle beschikbare wetenschappelijke inzichten. Er wordt volgens mij geselecteerd, als ik het goed zie. De andere gemeenschappelijke deel is, er ontbreekt op dit moment de kritische journalistiek die het kabinet dwingt om rekening te houden met andere inzichten. Er wordt niet meer dwars gedacht. Er worden geen kritische vragen gesteld. Ja. De door mij op zichzelf altijd met plezier gevolgde Sven Kokkelman gaf net al in een soort van leading question de generaal van die inlichtingendienst de ruimte. Zo moet je geen journalistiek bedrijven, althans dat deden we in mijn tijd niet. We stellen kritische vragen, we komen van de andere kant binnen. En dat is ook een element ervan. Ja, en wat zie je? Neem nou bijvoorbeeld de gasexploitatie in Groningen. Daar was eigenlijk in 2015 al duidelijk dat er had moeten worden ingegrepen. Als ik nu zie hoe dat nu alweer is weggeslipt. Ja, Groningen komt nu met een eis van ik moet zoveel ereschuld en zo moeten worden. Miljarden. Wat men dan veel eerder had moeten doen, is een stikstoffabrief bouwen. Zodat je gas kan winnen zonder dat er aardbevingen ontstaan. Ja, die Groningers met miljarden moeten steunen in de herstel van de infrastructuur. En dan had je vervolgens kunnen zeggen, voor hoeveel jaar hebben we daar nog gas? 30 jaar, laten we het maar doen. Dan zijn de energierekeningen niet zo hoog, kunnen de mensen hun huizen verwarmen. Maar dat soort dingen kunnen niet. Ja, waarom niet? Ja, dat is geloof ik in de soort zelfgecreëerde opvatting, is dat niet meer behoorlijk, incorrect of zo. Ja. Terwijl ik ben zelf een Groninger, kom uit het noorden. Ik weet zeker, als je die Groningers dat op tijd had voorgelegd, hadden ze gezegd, doe maar, is goed. Ja, het is eigenlijk politiek mist degelijke wetenschappelijke onderbouwing en kritische journalistiek. Maar dat is er wel. Ja, je hebt ook het boek gevonden van Arnoud Jaspers. Dus die artikelen zijn wel beschikbaar, die informatie is wel beschikbaar. Maar op een of andere manier. Ja, misschien ook dat dan weer toch die binding met de werkelijkheid wordt gemist. Hè? Want dit is allemaal ook een modelmatige werkelijkheid. Hè? Dat Arias-model, dat berekent dan waar er sprake is van te veel of te weinig uitstoot. Ja. En in coronatijd hebben we natuurlijk ook gezien, hè, was het van ja, vaccinatiegraad zus. Hè, dat moest dan eerst 60% zijn, alleen de ouderen en werd het ook steeds meer. En hadden we een erg getal, kon je achter de komma kon je zien of je wel of niet naar buiten mocht. Dat soort idioterieën. Dus men wil ook graag uitgaan, denk ik, van een heilige overtuiging van de wetenschap. Maar vervolgens wordt dan de vertaling naar de werkelijkheid en de praktijk. Daar slaat men volledig de plank mis, als je het mij vraagt. En dat, want je hebt het over de wetenschap en de politiek. Ik geloof wel dat de wetenschap een bijdrage kan leveren. Maar nu wordt het volledig in de mal van de wetenschap gegoten. En de antwoorden die daaruit komen, als je die dan op Nederland legt, blijken toch in één keer heel anders te zijn. En dat is nu met die. Ja, maar het is misverstand. Er wordt dus niet in de mal van de wetenschap gekozen. Er wordt dus uitgegaan van een stel uitgangspunten, waarbij Nederland een unieke positie heeft. Er is geen land welk zulke belachelijke normen stelt aan het stikstofvraagstuk. Kijk naar Denemarken, kijk naar Duitsland en zo. Dus je mag je afvragen, hoe komt dat tot stand? Maar wat ik op wil wijzen is dat in de journalistiek, waar ik een tijd, ik heb al eens in die organisatie gewerkt, wat ik daar mis is de kritische vraagstelling vanuit de andere kant. De journalisten, heb ik soms de indruk, ik volg die programma's dan, die hebben de behoefte om zelf een mening te hebben. Ja, dat is eigenlijk niet de taak van de journalistiek. De journalistiek moet kritisch bevragen. Ja. Vanuit alle invalshoek. Ik noem nog een voorbeeld. Het klimaatbeleid. Ik heb wel eens gezegd, geschreven ook aan mevrouw Van Kan van NOS Nieuws. Waarom krijgen Extinction Rebellion anarchistische activisten, want dat zijn het, dat verklaren ze zelf. Waarom krijgen die zo'n uitgebreid podium? En ik zie nooit de mensen van ClimateGate of Clintel op het scherm. Ja. Dat die kunnen zeggen, luister eens vrienden, we hebben dat eens uitgezocht met Nobelprijswinnaars, et cetera. Zullen we de zaken van alle kanten benaderen? Het gebeurt niet. Er wordt zelfs ingezet dat de voorgenomen, zeg maar, onrechtmatige acties, daar zijn ze zich van bewust, van de oprichter van Extinction Rebellion zegt, dat doen wij om aandacht te trekken. Oké, dat is gewoon duidelijk. Waarom krijgt dat bijna een vergoeilijkende uitleg? Ja, ongelooflijk. En terwijl dan de klimaatrealisten, zo noemen ze zich, die komen nog geen seconde aan bod. Nou, dat is één ding staat duidelijk. Dat is in strijd met de eigen missie van de NOS. Ja. En het zou tijd worden dat NOS de eigen missie het volgt. Aldus, oud-directeur van de NOS, dank je wel.